Op het circuit de Herekerberg begint de eerste internationale krachtmeting voor motorzijspannen van dit seizoen. Het weer is goed en het heeft kennelijk in lang niet geregend. 10 nationale en 16 buitenlandse combinaties hebben zich aangemeld. Daaronder zijn de Europees kampioen Lorenz uit Zwitserland met nog 3 Zwitserse equipes. Verder rijders uit Zweden, België, Engeland, Oostenrijk, West-Duitsland, Denemarken en Tsjechoslowakije. Ton van Heugden wordt als kans hebben getipt. In slow motion over de springschans, de Zwitser Robert Grock en achter nummer 25 broer Dirks, een andere gevaarlijke Nederlander. Broer Dirks op Norton Wasp over de bult. Ridderhof op Honda, Simon uit West-Duitsland. De gebroeders ten Heijen op BMW EML. De race bestaat uit 2 manches van 20 minuten elk plus 2 ronden van 2000 meter. En daar zitten mooie smakken in. Hoe het is, zie je pas als je meerijdt. De vaardigheid van de passagier is van groot belang. Dit is Dick Steenbergen, passagier van Ton van Heugden. Zij zullen als tweede eindigen. De race vergt moed en inspanning en 2000 liter benzine. Nogmaals broer Dirks en René Godschalk, die iedereen achter zich laten, inclusief de kampioen van Europa en dit eerste internationale zijspanevenement van 1974 winnen.